Dag jongens en meisjes, we gaan van Mario deze gave knikkerbaan spelen. We gaan hem eerst bouwen en dan gaan we een spelletje spelen. Jij tegen mij. Ja, en Sammy is er natuurlijk ook weer bij. Kom eens snel kijken. Doe even een duimpje omhoog hè, als je deze video leuk vindt. Hier onderaan de video, duimpje omhoog. Kom. Dag jongens en meisjes. Leuk dat jullie weer kijken. We gaan vandaag een spelletje uitpakken en spelen van Super Mario. Ja, ik had deze op internet gezien. En dit spelletje, jongens en meisjes, komt helemaal uit Japan. Dat is aan de andere kant van de wereld. Ja, en die ga ik vandaag met jullie uitpakken. En we gaan dit spelletje samen spelen. Maar er is nog meer. Ik ga natuurlijk weer de groetjes doen. En onze grote vriend, Sammy, is er ook bij. Hi Sammy. Ja, jongens en meisjes, Sammy komt zo nog even. En dan gaat hij nog een leuk mopje vertellen. Oké, zijn jullie er klaar voor? Kom, gaan we snel beginnen met uitpakken. Zo, laten we eens even kijken wat hierin zit. Eerst eens even het dekseltje openmaken. Laten we dit er eens even uithalen. Zo. Wow, kijk even. Oh. Zo, dat ziet er spannend uit. Tandwieltjes die kunnen draaien. Wow, hé. Hey. Oké. Zit daar nog meer in? Oh ja, oh, kijk even. Een kaartje van Super Mario. Mario, Yoshi, Luigi, Toad. Oh, dit is leuk. Zit er nog meer bij? Ja, dit. En, oh, mooie stickers. Nog stickers plakken. Onze eigen Mario game maken. Oh, dit is leuk. Ik ben wel heel benieuwd hoe dit werkt. Nou, dat gaan we zo kijken, jongens en meisjes. Laten we ze even in elkaar gaan zetten. Ja, en jongens en meisjes, Sammy die komt natuurlijk ook zo meteen, hè. En ik ga nog de groetjes doen, dus blijf kijken. Deze kaart van Mario, die kunnen we volgens mij hier achterin doen. Kijk, zie je deze gleufjes? Kunnen we hier zo insteken, denk ik? Past dat? Jawel, kijk even. Oké, dat is één. Dan hebben we hier nog wat in het zakje zitten. Laten we die eens even openmaken. Zo. Eens even kijken. Ja, ik denk dat we hier zometeen twee stickertjes op moeten plakken, jongens en meisjes. En wat zit er nog meer in? Twee balletjes. Ja, die gaan hier zometeen in. Maar dat gaan we zometeen doen. Laat ik even in het zakje liggen. Laten we dan nu eens even de stickers erop gaan plakken. Dat lijkt mij een goed idee. Eens even kijken. Kijk eens even jongens en meisjes. Laten we eens beginnen met deze. Kijk hier. Gaan we Mario en Luigi opplakken. Oh, wat leuk dit. Oké. Yes. Kijk. Mario. En dan hier komt Luigi op. Zo, kijk. Oké, kijk. Huppakee, Luigi en Mario. Oké, volgende. Deze. Kijk, daar gaan we deze op plakken. Oeh, dat zijn de boefjes. Ik weet alleen niet hoe ze heten, misschien weet jij dat wel. Kijk, heel leuk. Zo, deze plakken we hier op. Zo, dat is één. En daarnaast, kijk eens even. Daarnaast komt deze. Oh, wat leuk dit. Zo. Yes. Hier hebben we start. Dat betekent dus dat we hier gaan beginnen en die moet hier. Kijk, dat is handig. Dan weten we dat ook weer. Hier gaan we straks starten. Heel benieuwd. Zo, en even kijken, wat hebben we nog meer? Kijk, goal staat hier, dat is het doel.
Dus hier moeten we uitkomen en dat is hieronder. Hoe spannend dit. Heel benieuwd. En dan hebben we hier Mario. Mario. En die gaat hier in het bakje. Waar straks dan het balletje uitkomt als het goed is. Oeh, die moet ik even voorzichtig erin doen. Dat gaat wel lastig. Zo. Oké. Nou jongens en meisjes. En straks ga ik nog de groetjes doen. En zo meteen, voordat we gaan spelen, komt Sammy ook eerst nog. Dus blijf kijken. Kijk. Hop. Zo. Oh nee, dus je moet niet hierin komen. Ik zie het al. Hier moeten we straks dus niet eindigen. Maar hier, bij Mario. Jongens en meisjes. Voordat we het spelletje gaan spelen. En voordat ik straks de groetjes ga doen. Is het nu tijd voor Sammy. Zijn jullie er klaar voor? Hey, dag jongens en meisjes. Leuk dat ik weer even in de speelgoed meneer video mag zijn. Ja, want ik wil jullie bedanken. Voor al die mooie tekeningen. Ja, en jullie hebben ook hele leuke vragen gesteld op Instagram. Komende zaterdag, ja, komende zaterdag ga ik de tekeningen laten zien in de video van de speelgoed meneer. En ik ga ook wat vragen beantwoorden. Dus jullie hebben hele leuke vragen gesteld. Bijvoorbeeld, wat is je lievelingskleur? Wat is je lievelingsliedje? Nou, komende zaterdag ga ik dat aan jullie vertellen. Ja! Oké, maar jongens en meisjes, vandaag kwam ik alleen even hoi zeggen. Maar ik kan natuurlijk niet weggaan zonder een mopje te hebben verteld. Willen jullie van mij een mopje horen? Nou, ja? Oké. Komt-ie. En niet te hard lachen, hè? Let op. Het is groen en het drijft. Nou, weet je? Een sperzieboot. Nou jongens en meisjes, vonden jullie het leuk dat Sammy er weer even was? Aanstaande zaterdag is hij er weer. En volg me even op Instagram als je wil. Want op Instagram kan je een vraag aan Sammy stellen. Of kan je een tekening sturen als je dat leuk vindt. Maar jongens en meisjes, waar kom ik nog meer achter? Ik zei wel, dit zijn twee balletjes. Maar eigenlijk is dit een Mario knikkerbaan. Oké, jongens en meisjes. Zijn jullie klaar voor de Mario knikkerbaan? Let op, we gaan zo het eerste balletje eraf laten rollen. Eén balletje voor jullie en één balletje voor mij. Want wat gaan we doen? Het eerste balletje is voor mij, want dan kan ik nog een beetje oefenen. Maar wij moeten zorgen dat dit balletje, die gaat zo meteen hier beginnen, bij start. En die moeten we hier in het vierkantje krijgen. Maar pas op, als hij hier komt, hebben we geen punt. Dus als het hier het balletje komt, het knikkertje, eigenlijk het kleine gele knikkertje. Als die hier bij Mario landt, hebben we een punt. En als die hierin komt, hebben we 0 punten. Maar wat moeten we doen? Want let op. Het balletje laten we hier straks vanaf rollen. En dat zag je misschien al wel. We hebben hier allemaal knopjes. Kijk eens even, als ik hier op druk. Dan gaan die omhoog en dan zorgt hij ervoor dat die goed door kan rollen. Hier hebben we ook een knopje. En kijk eens even. Die duwt deze omhoog. En deze. Kijk eens even. Die zorgt voor die. En voor deze. En voor die. Maar deze hiervoor zorgt ook voor de brug hier. Dat die niet hierin rolt. Oké, zijn jullie klaar voor? Ik gooi hierboven het knikkertje in. Moeten we zorgen dat die bij Mario beneden uitkomt. 1, 2.
Yes. En hup, 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 ja. Oké, waar gaat hij heen rollen? Ja. Kijk, als hij hier eruit komt, moet ik hem hier omhoog houden, dat hij niet hierheen rolt. Oké, komt hij. Gaan we nog één keer proberen. Dan moet ik met twee vingers tegelijk. Komt hij? Deze hou ik omhoog. Ja. Kijk, nu zit hij hieronder. Dan moeten we hem omhoog krijgen. Ja. Oké. Let op. Nu is hij hierheen gerold. Dan krijgen we hem daarin. Ja, het is gelukt. Wow, dit was cool. Het is niet heel makkelijk. Zo, dit is leuk. Oh, wat grappig dit. Oké, jongens en meisjes. Dan gaan we er nog eentje proberen. Nu zijn jullie aan de beurt. Zo, we winden hem weer even op. Hoppakee. Zo. En dan leggen we hem hier weer in. Dan gaan we weer starten, let op. 1, 2... Ja, oké, hij zit tussen. Zo, oké, hij ligt nu hieronder. Kijk eens daaronder, dan moeten we hem daar wegkrijgen, ja. Ja, ja, daar gaat hij. Oké, hij is weer hier. Deze brug houden we even ingedrukt. Druk voorzichtig op het knopje. Ja, daar gaat hij. Zien jullie hem daaronder nog liggen? Kijk eens daar. Oké, dan moeten we hem voorzichtig daar bovenop weer krijgen. Bijna, ja. Oké, nou is hij hier. Ah, kijk eens, hij is er bijna. Nu gaan we op dit gele knopje drukken, hier zo. Komt. 2, gaan we kijken of dat lukt. Ja, kijk eens even. Die van jullie zit er ook in, jongens en meisjes. Oh, dit is leuk. Heel cool dit. Wat een grappig spelletje. Eigenlijk je mini Mario knikkerbaan. Alsof je een computerspelletje speelt, maar dan met je handen gewoon zo. Hé, wat leuk dit. Heel grappig. Nou jongens en meisjes, en dan is het nu tijd om de groetjes te doen. Zijn jullie er klaar voor? Ik wil graag de groetjes doen aan Juda van 6 jaar, Adam van 4 jaar en Gersom van 2 jaar uit Rotterdam. Evie Elodie van 2 jaar uit Druten. Daniel van 10 jaar uit Gruitrode. Jenna van 5 jaar uit Zeist. En jongens en meisjes, Jenna wil net als haar broer Mattis graag een kaartje ontvangen. Nou, ik heb je adres. Komende week gaat je op de post. Jamie van 3 jaar en Lucas van 2 jaar uit Apeldoorn. Xavi van 5 jaar en Rowan van 3 jaar uit Nieuw-Lekkerland. Ivy Westraten van 2 jaar uit Groeszeeland. En ze vraagt, wil Sammy nog een mopje vertellen? Ja, vandaag heeft Sammy ook weer een mopje verteld. En aanstaande zaterdag is Sammy nog te zien met hele leuke tekeningen die jullie hebben ingestuurd. Lin van Dalen van 9 jaar uit Wakken. Simran Kariman van 3 jaar uit Diemen. En Simran, jongens en meisjes, is gek op Nijntje. Wil je ook nog een keer een leuke video van Nijntje maken? Nou, daar ga ik naar kijken. Lorenzo Bennings van 2 jaar uit Appingedam. Euskan van 6 jaar uit Hoorn. Mila en Noree van 3 jaar uit Geleen. Millie. Mille van 2 jaar uit Raalte. Jaden van 3 jaar en Kiano van 1 jaar uit Amersfoort. Damon Lam van 12 jaar uit Arnhem. Chloe Jesper Joksek van 3 jaar. Chillen van 2 jaar uit Amsterdam. Oké, jongens en meisjes. En heb ik nou jouw naam niet genoemd en wil je volgende keer ook de groetjes krijgen? Vraag dan even aan je papa of mama of ze onderaan deze video via de link in het formulier jouw naam willen zetten. En dan doe ik in de volgende video de groetjes aan jou. Nou jongens en meisjes, ik hoop dat jullie deze Mario knikkerbaan leuk vonden. En jullie weten het hè, volg me even op Instagram als je een vraag hebt voor Sammy of een leuke tekening wil opsturen. Nou, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!